dat komt heel hard aan. We hebben gevochten en ja, we hebben de tweede helft heel weinig weggegeven, behalve dan die kopbal. En dat is, ja, is heel zonde. Maar ja, ze hebben het totaal niet verdiend. Alleen de eerste helft hadden we wel een fase dat hun wat beter waren. Maar zijn we goed uitgekomen, er kwam de 1-1 en daarna hebben ze eigenlijk, ja, geen recht tot gelijkspel zelfs gehad. Ja, jullie voetbalden veel beter, maar toch ga je op een gegeven moment als je 2-1 voorkomt naar achterloop. Ben je het mee eens? Ja, ik vond ook wel dat we een beetje naar achterlopen. Maar ja, dat gebeurt denk ik altijd wel een beetje. Maar wat je zegt, dat is zeker iets om mee te nemen. Ja, zeker omdat je voetballend zoveel beter lijkt een half uur lang. Ja, klopt. Daarom dus ik dacht ook van ja, dit gaat hem worden en dan krijgen we nog wat kansjes op de 3-1. En dan moeten we ook de 3-1 maken, want dan is het gedaan. Maar ja, dan blijft het 2-1 en ja, dan valt hij toch aan de andere kant en wordt het 2-2 en ja, wordt het nog heel lastig voor ons. De 2-2 komt uit een corner. Was het jouw man? Ja, ze stond bij mij in Ed. En wij dachten van, ik dacht dat hij het duel aanging, maar hij liet hem lopen en hij kopte hem. Ja, bij de eerste paal zat dan ook weer niemand en hij raakte hem goed, dus zonde. Is dat dan extra balen voor je? Ja, extra balen, weet je. Je doet stinkend je best en dan is het altijd balen. En dat je dat dan 2-2 wordt, is helemaal kut, want daar hebben we, ja, niet veel aan, laten we daarop zeggen. Maar ja, we zijn nog in de race en elke kansje die er is moeten we pakken en ook deze nog. Dus we moeten het niet opgeven. Je zegt het op een manier alsof je er niet heel erg meer in gelooft. Ja, ik geloof erin, maar ik ben ook wel redelijk moe. Ook, ja, weet je, het was een zware wedstrijd, er stond veel op het spel. Het heeft heel lang geduurd, dus, en het was een lange reis, dus ik denk dat alles even, ja, alles een plekje moet krijgen en even moet uitrusten.